Hallo, welkom bij de gloednieuwe, maar nog steeds hetzelfde super awesome F1 Autobahn Show. Er is natuurlijk weer allemaal ontzettend belangrijk nieuws deze week. En het eerste nieuws van de week is dat Monisha Kaltenborn weg is. Nou, hebben we nog wel even de taart? Oh. Kunnen we hem al snijden of niet? Jij mag hem voor mij snijden. Oké, nou dan gaan we wel zo er doorheen doen dan, zo ja. Mm. Recht door de mond. Mag ze geen eigen mening hebben van jou? Nee, heeft ze genoeg gehad. Ja, oké. Ze is nu klaar uit de Formule 1 en hopelijk gaat Sauber weer een beetje de goede kant op. Porsche overweegt om de Formule 1 in te komen. Ik hoop dat het gaat lukken. Ik bedoel, de naam Porsche in de Formule 1 is natuurlijk fantastisch. En ja, wie weet krijg je wel een McLaren chassis met een Porsche motor erin. Een nieuwe achtervleugel voor Verstappen. Die moet ik wel echt even voorlezen, wat ik er net absoluut niet heb gedaan. De nieuwe vleugel is een low downforce specificatie nog vlakker afgesteld dan de versie die in Montreal is gebruikt. De horizontale hoofdplaat staat vrijwel volledig vlak. Deze low drag afstelling resulteert in minder luchtweerstand en daardoor een hogere topsnelheid. Ah, klopt. je hebt het al uitgelegd. De kalender voor volgend jaar is bekend. 21 races maar liefst. Ja, is dat veel, weinig? Nou, dat is best wel redelijk veel. Ik bedoel, die rijders die zijn natuurlijk eigenlijk vanaf februari tot en met november constant onderweg. Mm-hmm. Dus drukke tijden voor die jongens. Maar gelukkig komen er wel een paar races bij. Zoals Frankrijk is nieuw met Paul Ricard. Duitsland komt terug op de kalender. Mm-hmm. En Maleisië gaat dan weg. Dus ja, ik ben er wel blij mee. Het is een vol programma voor volgend jaar. Force India zoekt een nieuwe naam. Ja, we zaten al een beetje te denken en te brainstormen. Misschien kunnen ze hem de Pink Elephant noemen. De Pink Elephant. Ja. Omdat die auto natuurlijk roze is. Het volgende segment van de Autobahn F1 Show is de... Circuit anatomie. Juist, de circuit anatomie. Het is in ieder geval een gaaf circuit, technisch circuit, 6 kilometer lang. Heel veel lange rechte stukken. Het middengedeelte is eigenlijk best wel kort en krachtig. En je rijdt eigenlijk gewoon midden de stad heen. Dus dat is wel vet. Vorig jaar 1.46 werd er gereden. Dus ik verwacht wel dit jaar dat er 2-3 seconden afgaat. Oké, pittig. Wij hebben een specialist in huis gehaald, dames en heren, die voor ons op de playseat dit circuit gaat proberen. Want ik kan dat helemaal niet. Dus hier is Stijn Schothorst. Juist. Oké, we zijn hier op het rechte stuk. Baku, Azerbeidzjan. Langs het rechte stuk van de Formule 1 kalender. Bocht 1, remmen bij het begin van de curves aan de rechterkant. Derde versnelling, linkerbocht. Belangrijk om een goede exit te pakken, want we hebben een klein recht stukje hierna. Dan komen we op bocht 2, langzame bocht, derde versnelling linksaf. Muur heel dichtbij op de exit, zoals je hier kan zien. Dan hebben we volgens DRS zone 2. Volgende bocht, opnieuw linksaf. Tijd remmen, goed die curve aan de binnenkant gebruiken. En op de exit, vooral niet tegen de muur aan. Rechterbocht, volle curbs. Klein recht stukje weer erna. Linksaf, weer curb. Dit is een kleine chicane. Rechtsaf, volle curb, exit. Zie je af en toe dat ze de muur schampen. Dat kan best. Rechtsaf, hairpin. Dubbele apex, hier opnieuw. Weinig tractie, lage versnelling. Dan gaan we omhoog, de oude stad in. Allemaal korte bochtencombinaties hier, rechts, links. Om vervolgens hier dit rechtstuk op te gaan. Ik ga hier een stukje omhoog. Vol gas links. Nog een keer vol gas links. En dan gaan we weer naar beneden. Dit is een hele mooie bocht. Vol curbs pakken. Rosberg pakt hier een beetje muur mee op de exit in de kwalificatie vorig jaar. Dan gaan we het laatste stuk van het circuit op. Laatste echte bocht. Goede exit, want hier komt het allerlangste rechtstuk wat we hebben dit jaar. Wel een paar kleine knikjes, maar dat is allemaal vol gas. Achtste versnelling, DRS zone 1, die begint hier. En dat is een rondje Baku. Max heeft natuurlijk ook een mening en dat is als volgt. Baku is naar mijn mening een vrij speciaal stratencircuit. Het is echt uniek dat je tamelijk wijde secties hebt, maar daarbuiten ook een van de smalste stukken op de kalender. Een leuk en lastig gedeelte is wanneer je het oude stadsgedeelte inrijdt en langs het kasteel komt. Dat is mijn favoriete gedeelte van de baan.
Het rechte stuk is snel en lijkt heel lang door te gaan. Het geeft dan ook de kans om even te ontspannen. K, chillen. Ja, maar dat laatste stuk kan je echt ontspannen. Ja. Je hebt natuurlijk een paar, drie, vier doordraaien en dat is zo lang. Ja, dan zit je een beetje om je heen te kijken en wacht tot eigenlijk de eerste bocht weer komt. Je kan appen als je wil. Eigenlijk wel, ja. Je kan je moeder wel even appen. Lieve mama, ik hou van je en het gaat allemaal goed. Dikke kus. We weten nu hoe het circuit loopt, hoe het eruit ziet. Dan is natuurlijk de grote vraag voor ons. Wat kan Max in Baku gaan doen? Ja, lastig man. Het is wel echt een, wat we al zei, heel technisch circuit. Maar ik verwacht wel dat hij goed mee kan komen. Zeker, je hebt nu net de vrije trainingen gehad. Daar stond hij eigenlijk heel goed bij. Vrije training 1 stond hij zelfs eerste. En ze hebben natuurlijk wat updates meegenomen om nog sneller te gaan op het rechte stuk. Dat is met die downforce? Ja, met die achtervleugel. Dus ze hebben minder drag. Dus dat betekent dat je nog harder gaat op het rechte stuk. En als ze dat kunnen compenseren in het middenstuk, ja, dan denk ik echt wel dat ze goed mee kunnen komen. En de afgelopen race stond hij er ook goed bij. Dus ik verwacht hem wel zeker in de top 5. Tijd voor de classic crashes. Ja, maar alleen er zijn niet zo heel veel. Nee. Ze hebben natuurlijk vorig jaar voor het eerst gereden. Nou, we hebben er volgens mij eentje gevonden van afgelopen jaar. Maar het goede is, eigenlijk is het niet classic. In de vrije training is Perez er ook afgegaan. Eigenlijk in het middengedeelte, waar je hem ziet komen, is het korte knitje naar links-rechts. Gaat hij eigenlijk te hard in. Pots! Ja, dan is hij de Sjaak. Dus je ziet gewoon, hij schiet rechtdoor, gaat het te hard in ja, en dan rij je allebei je wielen eraf. Je gaat natuurlijk best wel hard de muur in. En vooral door die knik hier, zo zie je dat. Ja, als je daar de achterwiel raakt, ja, dan vliegt hij natuurlijk snel eraf. Ja. Maar dit is het bochtje waar we meer crashes kunnen verwachten? Ja, zeker. Hier ga je wel opletten. En vooral in de race, weet je. Je moet je concentratie houden. En als je één keer 3-4 meter laat remt, ja, dan knal je daar de muur in. En dat is eigenlijk het stratencircuit. De concentratie is mega belangrijk. Dit is Daniel Ricciardo vorig jaar. Ja. Beetje stom natuurlijk, weet je. Dat is eigenlijk waar het circuit ook naar beneden gaat. Dus je ziet hem iets te hard erin gaan. Mm-hmm. En daarna dan schiet hij rechtdoor, krijgt hij overstuur midden in de bocht. Pats, schiet hij tegen de achterkant tegen de muur aan. De glazen bolide. Wat is jouw top 5? Op 1 Hamilton, want die wint altijd. 2 Vettel. Op 3, wie is de tweede dude van Mercedes? Wacht. Bottas. De vierde, Max Verstappen. Ja, en dan hebben we er nog eentje. Dan zeg ik Räikkönen. Ik denk dat Vettel gaat winnen. Hamilton tweede. Ik zeg Bottas ook op 3. Max op 4. En Ricciardo op 5. Ja, maar geen winst voor Hamilton? Nee. Nee, kijk, vorige race heeft hij makkelijk gewonnen. En dat is echt zijn circuit in Canada. Mm-hmm. Maar Azerbaijan ging hij vorig jaar, of Baku, hoe je het noemen, heel hard. Mm-hmm. Maar heel veel fouten. Dus ik denk niet dat hij daar met een goed gevoel teruggekomen is dit jaar. Ja. Wat is in het ideale scenario het maximaal haalbare voor Max? Derde. Het is hoog tijd voor de reaguurdersvragen. En omdat dit een geheel vernieuwde show is, hebben we Sylvana weggedaan. Maar niet heus. Natuurlijk niet. Hey! Sylvana! Geniet de Chill, die schrijft het volgende. Guido, ik heb gelezen dat Ricciardo weggaat bij de Red Bulls. Klopt, / kan dit. Hoe lang heeft hij een contract en hoe lang heeft de gemiddelde coureur een contract bij een team? Ja, dat is natuurlijk een lastige vraag hoe lang hij nog een contract heeft. Ik weet het persoonlijk niet. Normaal gesproken, als je een contract tekent, wil je natuurlijk een zo lang mogelijk contract tekenen. Ik weet natuurlijk met Max dat hij toen die Formule 1 binnenkwam, dat hij best wel een langdurig contract heeft getekend bij Red Bull. Maar normaal gesproken is een racecoureur tussen de 2 en 3 jaar ongeveer vast. Ricciardo, als hij dit seizoen zijn contract afloopt, dan kan ik hem nog wel zo zien dat hij naar Ferrari gaat. Guido, vorig jaar was de Azerbaijan GP een zijrace. Verwacht je dit jaar nog minder spanning doordat de banden nog lager meegaan en inhalen vanuit de vuile lucht lastiger is? Nou, lastig inhalen is denk ik daar heel erg makkelijk. Je hebt natuurlijk zoveel lange rechte stukken. 2 DRS-zones die natuurlijk heel erg lang zijn. Dus ik verwacht wel dat er wat inhaalacties zijn. En je ziet vooral nu de afgelopen paar races dat het voorin spannend is, het middenveld spannend. Dus ik verwacht wel dat ze een leuke, spectaculaire race wordt. Dit jaar hebben we natuurlijk wel gezien dat de banden natuurlijk iets langer meegaan dan afgelopen jaar. Maar daarentegen zag je natuurlijk wel dat Red Bull vorig jaar ook moeite had met de banden. Dus we zullen zien. Willy Zagel die schrijft, Guido, Kubica ter vervanging van Palmer? Ja. Ren Hoek schrijft, Ed Guido, vraag je. Eind de jaren 80 had McLaren Honda de 2 beste coureurs van die tijd onder contract staan, Senna en Prost. In het begin was het nog allemaal oké, maar na een maand of wat vochten ze elkaar de tent uit. Zie je dit ook gebeuren bij Red Bull, op termijn, als bijvoorbeeld de update succesvol blijkt te zijn?
Ik zie dat niet zo snel gebeuren. Ik denk wel dat sowieso Ricciardo en Max wel echt respect hebben voor elkaar. En de ene keer is natuurlijk Max iets sneller, de andere keer is Ricciardo iets sneller. Dus ik verwacht niet dat ze zoveel problemen krijgen. Ja, je ziet natuurlijk wel, als je echt vecht om de titel, zoals afgelopen jaar tussen Hamilton en Rosberg, dat je af en toe nog wat problemen krijgt binnen het team. Maar dan moeten ze dat ook gewoon lekker binnen het team houden. Maar bij Red Bull verwacht ik niet echt veel problemen. Kringspier Souvenir die schrijft: Guido, wanneer gaat Max nou zijn eerste kampioenschap pakken? Daar heeft hij natuurlijk een betere auto voor nodig, maar waar zal hij die vandaan moeten halen? Ja, we hopen natuurlijk volgend jaar. Zo snel mogelijk. Ik bedoel, dat zal voor Nederland, voor Max, voor iedereen binnen Red Bull fantastisch zijn. Alleen je hebt natuurlijk te maken met het materiaal wat je hebt. En ja, dit jaar heeft hij er best wel wat moeite mee. De auto is gewoon niet goed genoeg om te winnen. Maar goed, Red Bull weten we met z'n allen, die kan een goede auto bouwen. En volgend jaar zijn de regels natuurlijk redelijk gelijk met dit jaar. Dus ik denk dat hij volgend jaar wel mee kan strijden voor de wereldtitel, ja. Tot zover de Formule 1 show van deze week. Ik vond het hartstikke awesome. Een groot applaus voor deze awesome people. Oh, deus! Ja,